Dit is Faturaman. Hij heeft stenen uit een diep gat in de grond gehaald en hoopt dat er goud tussen zit. Het goud dat graven ze hier uit dit soort zelfgemaakte mijnen. Eigenlijk gewoon gaten die ze gegraven hebben in de berg, omdat ze weten dat het hier vol zit met goud. Dat doen ze omdat ze geld nodig hebben. Dit gebied is best wel arm. Maar ze hebben zelf niet heel goed door hoe gevaarlijk het is. Niet alleen dit werk, maar ook de stoffen die ze erbij gebruiken. Bijvoorbeeld kwik. En veel goudzoekers hier gebruiken het. Kwik is goedkoop spul en ook heel giftig. Pakai alat lain mungkin kalau enggak usah pakai air rasa ada sih, tapi terlalu mahal biayanya. Het kwik wordt bij de gevonden stenen gedaan en plakt vast aan de stukjes goud tussen de stenen. Zo kan het goud makkelijker gevonden worden. Daarna moeten de stukjes goud met kwik eraan worden verhit. Dan verdampt het kwik en hou je goud over. Maar de kwikdamp is heel gevaarlijk om in te ademen. De familie van Faturaman leeft al jaren in de kwikdampen die vrijkomen bij het goud zoeken. Heel slecht voor de gezondheid. Zo is het zoontje van Faturaman, Naziel, vorig jaar met een ziekte geboren vanwege het kwik. De darmen van Naziel werken niet goed en dat komt door de dampen die zijn moeder inademde toen Naziel nog in de buik zat. Soalnya BAB-nya enggak keluar, terus perutnya kembung, membesar. Nah, terus keadaannya melemah. Kwik zorgt ervoor dat kinderen ziek worden, maar het zorgt er ook voor dat hun hersenen misschien wat minder werken. En dat wordt getest op scholen hier in de buurt. Students in Squatong area, they have low average IQ. Ada masnya sedikit, hè? De vader van Naziel zit in een lastige situatie. Hij moet kwik blijven gebruiken om geld te verdienen, zodat hij medicijnen kan kopen voor zijn zoon, die ziek is geworden door dat kwik. Biaya anak saya kan, semua beli air infus, beli jelly, beli tisu, beli juga beli air selang. Mungkin kadang terpaksa ya, ya. Itu banyak atau sedikit? Sedikit. 100 deh. Dit stukje goud brengt 8 euro op. Daar kan hij medicijnen van kopen.